is er zo bijzonder aan dit gebouw, Anita? Nou, dit is een prachtig gebouw uit 1890. Ontworpen door Piet Andriessen, de voorganger van Dudok, de gemeentearchitect. En dit gebouw heeft natuurlijk heel lang leeg gestaan. Was eigenlijk verwaarloosd. En de gemeente heeft het in 2017 aan de buitenkant gerestaureerd. En wij hebben in 2019 het plan opgevat om dit pand weer nieuw leven te geven. En dat betekent dat we eigenlijk het verhaal van het pand hebben vastgehouden. Dus de wachtkamer tweede klas, dat is nu de huiskamer van Springer geworden. De wachtkamer eerste klas is de salon van Andriessen geworden, waar mensen een kleine afscheidsplechtigheid kunnen hebben. Maar we hebben al die details van vroeger in dat pand behouden. Dus ik zeg altijd, de sleetsheid van het pand, dat voel je en dat zie je en dat ruik je soms bijna nog. En dat maakt het pand zo uniek. Hilversum kent één keer in de twee jaar de Hilversumse Architectuurprijs, een vakjuryprijs en een publieksprijs. En ik hoopte op beide prijzen, maar dat hoopt iedereen. Maar ik vond het vooral belangrijk dat het publiek laat weten dat ze zo blij zijn dat dit pand weer nieuw leven heeft gekregen. En dat is wat nu de uitkomst is. We hebben de publieksprijs gewonnen. Ja, en dan kun je alleen maar heel blij zijn. Want daar hebben we hard voor gewerkt met elkaar, mijn hele team, al die vrijwilligers, die prachtige huiskamer van Springer, om dit pand weer terug te geven eigenlijk aan de gemeenschap in Hilversum. En dat is gelukt. Dus ja, we zijn super blij. Gefeliciteerd. Dankjewel.